Hi lieverds, lieve, lieve, lieve tweelingzielen. Welkom bij deze video voor de maand juli. Ik ga jullie in deze video vertellen welke ontwikkelingen er gaan plaatsvinden in het tweelingzielencollectief, in de universele energie. En wat dat voor de tweelingzielen te betekenen heeft, wat het voor jou te betekenen heeft als Divine Feminine, of misschien ben jij een masculine die kijkt, en wat dat ook voor de andere te betekenen heeft, dus de masculine energie. Wij hebben allebei die energieën in ons. Nou, met allebei bedoel ik iedereen. Dus iedereen heeft een feminine en een masculine energie in zich. En dat is de verbinding met moeder aarde, de feminine energie met Pachamama. En de mannelijke energie is de verbinding met vader spirit, met Pachacamac. Met het grotere geheel. Wanneer deze twee energieën met elkaar gaan samenwerken, raak je in alignment met jouw hogere plan. Dus dan raakt de spiritwereld geïntegreerd hier op aarde voor jou. Dan vindt er ook wel, kort gezegd, soul retrieval plaats, wat betekent dat jouw ziel landt in jouw lichaam. Dus eigenlijk dus het samensmelten van jouw ziel samen met jouw fysieke lichaam. En dat betekent dus jouw spirit, de spiritwereld, jouw hogere plan, manifesteren hier op aarde. Hoe meer jij innerlijk werk verricht, dus door samen te gaan werken met de energie, door samen te gaan werken met grootmoeder maan, met vader zon, je te verbinden met Pachamama, tegen vader spirit te spreken, met totemdieren te werken, met bijvoorbeeld heilig kruid, zoals salie, Palo Santo te gebruiken, kruidenthee te drinken. Dat zijn allemaal manieren om je te verbinden met de spiritwereld. Wanneer je die verbinding binnenin jou versterkt, dan manifesteert dat zich in jouw buitenwereld in een harmonieuze relatie met jouw tweelingziel. En niet alleen een harmonieuze relatie met jouw tweelingziel, maar ook het leven van jouw droomleven. Want dat is waar jouw ziel voor hier geïncarneerd is op aarde. Om dat licht te laten stralen, om aan anderen te laten zien hoe zij hun droomleven kunnen leiden. En daar word je de gehele dag door bij ondersteund, door de spiritwereld. Door de engelen die tot jouw beschikking staan, jouw spirit animals die bij jou zijn, jouw overleden dierbaren die met jou willen communiceren. De voorouders, de shamanen, de paco's. Heet dat in de Tzweka-taal van de Quero-Indianen, Peruviaans shamanisme, wat ik beoefen, wat mijn ziel in een vorig leven is geweest. En de maand juli is dan ook voor het tweelingzielencollectief het turning point, echt het keerpunt, de Two of Swords kaart, de Two of Swords kaart, ik ging zo een beweging maken. Dat is de kaart van het tarot die er zo uitziet, zo'n vrouw met zo'n blinddoek op. En dat is dus echt een crossroad, een crossroad. Dus juli is echt de maand waarop jouw innerlijke masculine energie aan het werk mag gaan. En dat betekent dat jij dus echt in beweging mag gaan komen om de stappen te gaan zetten in jouw buitenwereld voor het waarmaken van jouw dromen, van jouw zielsmissie, van het manifesteren van een harmonieuze relatie met je tweelingziel. Kijk, je kan wel heel veel wensen, zegt Spirit, zeggen de voorouders. Je kan wel heel veel wensen en uitzenden naar de engelen en ik wil graag dit en ik wil graag dat, maar de voorouders en de engelen geven jou dan een impuls vanuit jouw binnenste, vanuit jouw buikgevoel, vanuit je hartstreek, om in actie te komen. Dus ze laten jou voelen wat er voor nodig is om de juiste actie te ondernemen in jouw buitenwereld. Zo zijn we bijvoorbeeld nu met de hele groep van het Vind Jouw Spirit programma. Dat zijn allemaal Divine Feminines die ik begeleid met allerlei helingen zoals de Nustakarpa en de Munai Ki. Daarover kun je ook meer lezen hieronder via de links die naar mijn website gaan. Zijn we nu dus ook bezig met het bouwen van de website. Maar dit programma, daarmee heel ik hen door middel van energietransmissies. Want dat is bijvoorbeeld wat de Nustakarpa en de Munai Ki is. Dus ik open daarmee hun chakra systeem. Ik activeer hun energie van binnenuit. Ik versterk hun verbinding met spirit.
Maar het is aan deze vrouwen zelf en ook aan mijzelf om in mijn buitenwereld de stappen te gaan nemen. Als ik steeds voor me uitschuif dat ik met mijn website bezig moet, ja, dan komt er natuurlijk ook geen website. Hè, en laatste ook was er, kwam het nummer naar boven in de Tweelingzielen Tarot Facebook groep. Dat is echt een super mooie groep. Echt, we zijn nu over de 700 leden. Met allemaal Divine Feminines die hun verhaal daarin delen met elkaar. Hè, elkaar steunen, vragen aan elkaar kunnen stellen. Maar ook, ook iedere dag vind je daar een tarot reading in. En ook gratis dromenduiding wat we daarin weggeven. Shamanistische techniek om beter in verbinding met jezelf te raken. En jouw dromen te kunnen duiden. Zodat die boodschappen van spirit kunnen integreren in jouw buitenwereld. En de link van die groep vind je hieronder. Maar in die groep heb ik dus het nummer geplaatst. Daarin plaats ik ook boodschappen van de Divine Masculine die ik doorkrijg via nummers. When you move, I move. Dus dat betekent dat jouw masculine tegen jou zegt wanneer jij gaat bewegen, Dus de energie gaat bewegen binnenin jou, gaat jouw masculine ook bewegen in jouw buitenwereld. Want dat is de spiegel van jouw masculine energie, van jouw eigen kracht, van jouw Christusbewustzijn. En wanneer die kundalini-energie bij jou niet stroomt en jij dus in verbinding bent met jezelf, is er in je buitenwereld ook geen goede verbinding met jouw masculine, met jouw tweelingziel. Oké, de maand juli. De eerste week van juli is direct al best een pittige week. We zitten nog vol in het eclipseizoen. Dat sluiten wij op 6 juli sluiten wij dat eclipseizoen af. Officieel, maar het heeft altijd nog een nasleep van een paar weken daarna. Dus eind juli zijn we pas echt uit de gevarenzone. Uit de gevarenzone, om het zo maar te zeggen. Dus dat betekent dat je de maand juli, de gehele maand juli, echt mag gaan besteden aan innerlijk werk. Aan kijken naar je patronen. Gebruik die eclipsen, die maansverduisteringen en de zonsverduistering die is geweest, om jezelf in werking te zetten. He, om te gaan kijken naar, oké, waar mag ik aan werken binnenin mijzelf en welke stappen mag ik gaan nemen in mijn buitenwereld om daar veranderingen aan te brengen in de liefde die ik mezelf gun. He, in de verbinding met mezelf, met het manifesteren van mijn hogere plan hier op aarde. 5 juli is aankomende zondag en dat is de volle maan in steenbok. Nou, steenbok is een aardeelement. En dat betekent dat deze energie erop is gericht om echt in de realiteit te leven. Dus dat betekent dat jij echt moeite dient te doen. De volle maan geeft ons altijd zo'n laatste zet. En in dit geval dus moeite dient te doen om te aarden. Om met je aandacht aanwezig te zijn in het hier en in het nu en niet in je hoofd. Niet in je gedachten. Niet bij zorgen. Niet vastzitten in diezelfde cirkel. Van nou, wat zou die aan het doen zijn met tweelingziel? Nou, zou die ooit nog contact met me opnemen? Nou, ik ga eens even op zijn Facebookpagina kijken. Nou, ik ga hem eens even stalken op Instagram. Of ik ga hem ontvolgen. En dan ga ik hem toch maar weer volgen. En toch maar weer ontvolgen. Dat kost je gewoon je eigen kracht. En dat is zo zonde van je energie. Wat nu als je ervoor zou kunnen kiezen, want die keuze heb je, om je gewoon totaal niet daarmee bezig te houden. Ga je lekker focussen op de dingen die er wel toe doen. En dat betekent de liefde voor jezelf. Dus dat betekent een verbinding met jezelf. Dat betekent het aanwezig zijn hier op aarde. Wat vind ik nou leuk om te doen? Wat is nou mijn passie? Ik heb bijvoorbeeld een hondje, Guapa. Die komt uit het asiel hier op Fuerteventura. En die heb ik de afgelopen weken, nou maanden, zo weinig aandacht gegeven. Ik heb er wel aandacht gegeven, maar dan was het altijd kort. Of dan was het nou even aaien. Hè, en dan moest ik weer werken van mezelf. Dus voor mij betekent die volle maan in steenbok echt dat ik mezelf die duw wil geven om echt de balans tussen werk en plezier meer te mogen rechttrekken. Om ook stappen te ondernemen op het gebied van mijn zielsmissie en er nu echt voor te gaan. Voor de plannen die ik al een tijdje in mijn hoofd heb. Ik ga bijvoorbeeld shamanistische audioreizen opnemen. Nog meer opnemen met allemaal verschillende krachtdieren. En totemdieren. Zodat je dus kunt gaan samenwerken met die audio. Met de kracht van die dieren. Het gaat echt zo fantastisch zijn.
En ik heb dit inzicht al heel lang geleden gekregen. En iedere keer schoof ik het voor me uit. Was het juiste moment nog niet. Maar het is het deze maand dus wel. Dat heb ik gevoeld. En dat betekent dus dat ik daarop in actie dien te komen. En ook in actie komen dus voor mij op het meer spelen met Kwappa. He, het meer gewoon mogen zijn en leuk, gezellig en he, spelen voor 15 tot 20 minuten achter elkaar door. En niet na 3 minuten spelen al voelen alsof ik niet productief ben. En dan weer, oh, je moet dingen doen, want er zit nog zoveel op je to-do-list. Nou, misschien herken je het wel, maar dat zit dus allemaal in onze geest. En dat mogen we dus deze volle maan en afnemende maan gaan loslaten. Dus dat is echt met deze dus final eclipse op 5 juli. Dat is een prenumbrale eclipse. Dus dat is een klein stukje maaneclipse waar het woord prenumbraal voor staat. En dat betekent dus dat wij echt onszelf die duw mogen geven om een cyclus af te sluiten. Hè? Ik weet niet of je mij op Instagram volgt, maar daarop post ik ook de maangebeden die ik 2 wekelijks maak voor de volle maan en de nieuwe maan. En de titel van het volle maangebed heeft ook het einde van een cyclus. En dat betekent dat in tweelingzielenland met jou en jouw tweelingziel komt er een periode tot einde waarop jullie bijvoorbeeld niet goed contact hebben gehad met elkaar, niet goed verbinding hebben gehad met elkaar. Dus dat betekent, when you move, hè, wanneer jij de energie goed aardt, dan zul jij verschuiven en dan zal jouw tweelingziel daarin mee gaan verschuiven. En ook in jouw buitenwereld dus weer contact met jou kunnen gaan zoeken. Simpelweg omdat jij de verbinding met jezelf versterkt. De belangrijkste boodschap daarvoor is dan ook, laat spirit door jou heen werken. He, geef spirit de ruimte om jouw hogere plan te manifesteren. Dus neem ook je rust. He, luister naar je gevoel. Geef jouw masculine energie, de liefde en de compassie, de rust en de aandacht die energie van jou vraagt. He, en dat betekent dus ook het achteroverleunen en dus spirit het werk laten doen. Vader spirit. En dat betekent in spiegel tot jouw tweelingziel het loslaten van die controle in je buitenwereld. Laat jouw tweelingziel zelf het eigen innerlijke werk doen. Vertrouw er nou gewoon op dat jouw masculine ook zijn eigen werk verricht. Zijn of haar eigen werk verricht. Dus die dagen rondom 4, 5 en 6 juli, mediteer. Hè? Doe een stapje terug. Zorg ervoor dat je goed geaard bent, dat je goed in verbinding bent met jezelf. Drink veel water, gebruik alle elementen. Vuur, element, brandkaarsen. Doe lekker rook gebruiken, weet je wel, Palo Santo zo om je heen. Dat is die gekte een teken dat ik even wel Palo Santo mag roken. Om je energieveld goed te zuiveren. Op 5 juli vindt er ook weer een shamanistische volle maanreis plaats. En dat is iedere volle maan is dat een womb blessing. Nou, als je wil weten wat een womb blessing precies inhoudt, dan kun je dat lezen ook onderaan de video hier. Op mijn website bij het kopje shamanistische online reizen. De link vind je in de beschrijving. En je kunt ook de reis daar direct bestellen. En tijdens die womb blessing gaan we ons baarmoedergebied helen. De verbinding met spirit. En ons hogere plan. Hè, waar ook onze vreugde zit. Onze passie, onze drive hier in het leven. Onze purpose. Hè, het doel ook waarom we hier zijn in het leven. Onze zielsmissie. Oké, dan krijgen we na 6 juli krijgen we dus alle energie die eruit komt. 2 weken eclipsperiode die dus daarna nog komt. Dat is eigenlijk zeg maar het soort van eruit zweten wat we nog doen. Maar dat betekent wel dat we dus die 2 weken nog de tijd krijgen om nog verschuivingen door te maken in ons leven. Om nog bepaalde dingen door te voeren die in die eclipsperiode dus... He, waarop de energie gewoon echt intensief was iedere dag. Om dat dus door te kunnen voeren nog steeds. Voor wanneer die eclipsperiode af is gelopen. Oké. Dan gaan we even een kaartje erbij trekken. Dit is van het Forest Creatures Tarot Deck. Een limited edition. Dit is echt zo'n prachtig deck. Echt helemaal verliefd hierop. World, zegt deze kaart.
Wat deze kaart ons vertelt is wish fulfillment. Je ziet heel veel licht hier op deze kaart, heel veel wit, heel veel kleur. En dat betekent ook dat er meer kleur zal komen in jouw leven. Nou, daarvoor pak ik ook eventjes even zo, zodat jullie niet hop, plop, in mijn decolotte zo kunnen kijken. Er valt niet veel te zien, want ik heb niet zo'n grote cup. Dus het maakt helemaal niet uit eigenlijk. Kijk, haantje. Dat is toch mooi? En wat de boodschap van Haan zegt, wat ik daarvan doorkrijg is, Haan zegt masculine energie, zegt mannelijke energie, zegt haantje de voorste. En dat betekent dat jij ook, hè, naast jouw zachtheid en jouw vrouwelijkheid als vrouw, ook die mannelijke energie moet gaan behelzen binnenin jou. Want jouw dromen, die worden niet vanzelf waarheid, hè, Divine Feminine. Jouw dromen, kan niet achterover gaan zitten en dan tegen Spirit zeggen, nou Spirit, ik heb je al zo vaak gevraagd, ik wil de loterij winnen. Ik wil de loterij winnen, waarom win ik de loterij nou nooit? En dan dat Spirit tegen je zegt, nou weet je, misschien moet je even een lot kopen. Hè? En dat is dus een voorbeeld van het in actie komen van jouw masculine energie, wat Haan zegt. Jij bent degene die meer kleur in je leven moet brengen. Dat kun je wel blijven roepen, maar jij bent degene die daarin meer actie moet ondernemen. Tourmaline kwarts roept mij ook heel sterk. Het is echt een prachtige steen. Ik vind echt deze zo mooi. Een plakkaart. En dit is een steen die jou helpt met jouw eigen waarde en jouw eigen krachten versterken. Ook een steen die jou beschermt tegen elektromagnetische straling. Dus hè, kan je hier bijvoorbeeld een armbandje van vinden, is dat super om dat te dragen. Of bijvoorbeeld een ring. Wanneer je deze tourmalijnkwarts combineert met zwarte tourmalijn, versterk je nog eens een keer de werking van beide. En het is gewoon heel erg belangrijk, wat ik dus ook hoor, is verslavingen. Hè? Verslavingen aan de telefoon, dat houdt jou weg van wish fulfillment. He, en ik doe daar zelf net zo hard aan mee. Ik merk ook gewoon dat het al te makkelijk is dat wanneer mijn telefoon daar ligt, dat ik hem even pak. Ik zoek even wat op. Ik ga even muziek luisteren. He? Oh, ik heb een appje. Ik ga even berichten beantwoorden. Ik ben zelfs nu op het punt dat ik gewoon de meldingen van WhatsApp heb uitgezet. Van Messenger staan ze uit. Het is zo rustgevend. Ik zie gewoon niet dat er een bericht binnenkomt. En in beginsel betrapte ik mezelf er steeds op. Dan ging ik er steeds aanklikken. Toen dacht ik, oh, ik klik er binnen. En naderhand dacht ik, oh nee, ik heb mijn melding uitgezet. Toen drukte ik op WhatsApp, toen dacht ik, oh, ik heb echt heel veel binnen. Hè? Dus ik heb natuurlijk ook, hè, mijn zakelijke bedrijf loopt ook allemaal via daar. Dus zorg ervoor dat jij voor jezelf een bepaalde manier hebt om die jezelf onder controle te houden. Hè? Om die discipline op te brengen. Dat is ook die masculine energie. Leeuwenkracht is dat. Dan hebben we 7 juli. En dat is echt, die 7 juli is echt een meesterdag, een meesterenergie. Het is het getal 77. Dat is eigenlijk altijd, hè? 6 juni, 6-6, 5 mei, 4 april en dus ook 7-7. Het getal 77 vertelt ons, houd jouw gedachten onder controle. En daarbij roept Rookkwarts mij heel sterk. En Rookkwarts zegt, let op wanneer jij jezelf stress veroorzaakt. Want dat doen we echt zelf. Hè, ik heb een mega burn-out gehad toen ik als strafrechtadvocaat werkzaam was. Je leest mijn verhaal ook hier via mijn website. En dat kwam alleen maar omdat ik helemaal in mijn hoofd zat. Ik was totaal niet geaard. Ik zat alleen maar in mijn hoofd met, ik moet dit nog doen en dat nog doen en zus nog doen. He, en wanneer we dat soort gedachten maar de hele tijd uitzenden, blokkeren we de liefde in ons. Blokkeren we de inzichten die we binnen kunnen krijgen. Omdat we daarvoor aarding nodig hebben. He, volle maan in steenbok. Dus ook dit is weer een dag om te reflecteren. En dan zegt Blauwe Calciet, die vraagt ons... Oh mooi, kijk, het is ook een hartje. Zie je dat? Het is een hartje. Altijd met zo'n babystemmetje praten als ik het zo leuk vind. Zo'n kinderlijk stemmetje. Dit hartje, Blauwe Calciet, die zegt dus ook, waar in jou zie jij jezelf niet?
Op welke gebieden spreek jij je waarheid niet uit? Niet richting jezelf, maar ook niet richting anderen. He, mogen jouw gevoelens er bijvoorbeeld zijn? Spreek je je uit ook naar anderen? He, zeg je tegen anderen van, nou, het spijt me, maar ik vind het niet zo leuk wat er nu gebeurt. Of nou, ik ben eigenlijk best wel boos op jou nu. Dat mag je gewoon uitspreken. He? Het hoeft niet zo te zijn dat boosheid er allemaal maar niet mag zijn. Dat is ook een emotie. He, en harmonie, een harmonieuze relatie met jouw tweelingziel, betekent dus niet dat je nooit boos op elkaar bent. Dat het altijd maar, het leven is allemaal zo geweldig, het is zo geweldig. Ja, dat zou heel mooi zijn, hè, als je in Elfenland de hele tijd leeft. Maar zo werkt het leven gewoon niet. Ja, je zult eens een keer een meningsverschil hebben. Ja, je zult eens een keer heel boos op elkaar worden, omdat hij misschien, wat een raar voorbeeld, omdat hij ineens de kaas op heeft gegeten. Misschien herken je dit wel iemand. Omdat hij ineens je kaas op heeft gegeten. Jouw laatste lekkere stukje kaas wat je lekker wilde gaan eten voordat je ging slapen. Niet aan te raden, want dat is lactose. En dat maakt je echt... kan je lichaam niet goed verteren. Helemaal niet voordat je gaat slapen. Hè? Maar dat gebeurt dus, dat soort dingen. En dat is ook onderdeel van een harmonieuze relatie. Alleen, wat harmonie betekent, is dat je... jouw projectie op de ander ga je zien. Dus je gaat dus jezelf bewust zijn, direct, hè, of misschien ietsjes daarna, nadat je heel erg bent uitgevallen. Maar je gaat jezelf bewust raken van, oké, wat is nou dit patroon binnenin mij? En dus ook waarom je zo reageert. En dus kun je dan bijvoorbeeld ook je excuses daarvoor aanbieden. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat je meer gaat leren observeren in plaats van reageren. En dan ga je meer werken vanuit je binnenwereld en zou je dus niet iedere keer direct op een trigger reageren van je tweelingziel. Want ja, dan is er alsnog weinig harmonie, want dan heb je de hele ruzie. Omdat jij de hele tijd vanuit je triggers en jij aan het reageren bent. En ik ga even mijn gevoel naar jou uiten. Dit en dit is wat ik erover denk. Oeh, zo. Het knoflook gegeten. Maar soms, het is eigenlijk altijd nodig dat we daarvan eerst een stapje terug doen. Hè? En jezelf ook dus afvraagt, is het rechtvaardig van waaruit ik op deze manier reageer? Dus dat is het dragen van de eigen verantwoordelijkheid voor je eigen emoties. In plaats van ze dus te projecteren op een ander. Apatiet, die meldt zich ook nog bij ons. En apatiet helpt ons om wat meer rust in onze geest te creëren. Dat betekent dat we meer rust in onze geest creëren. Deze steen heeft ook aardekleur, dus die helpt ons ook bij het uit ons hoofd komen, juist. Dan creëren we dus meer ruimte voor observatie. Voor het zien van de stukken binnenin onszelf. Oké, dan gaan we door. Huppatee, naar 11 en 12 juli, rond die periode. Het hangt even ervan af van waar je in de wereld zit. Gaat Chiron, de planeet, gaat retrograde lopen. En dat is de jaarlijkse retrograde. En die duurt enkele maanden. En Chiron brengt altijd innerlijke kindheling omhoog. Dus juli gaat gewoon echt ook weer een pittige maand worden. Sorry. Hè, maar alles voor het hogere doel. Alles voor het goede doel. En het gaat om de reis natuurlijk en niet om het resultaat wat je bereikt. Want het is natuurlijk fijn als je straks lekker met je kont op het strand kunt zitten. Maar weet, blijf vertrouwen hebben en geloof hebben daarin als je dat hebt gevoeld en hebt gezien van binnen. Chiron helpt jou dus om meer jouw wonden te gaan bekijken. Hè? En dus minder te gaan projecteren ook. Net zoals Mercurius in retrograde dat doet, waar we op dit moment ook nog in zitten. Dus die helpt je ook om echt jouw oordelen naar jezelf los te laten. He, van je doet het niet goed genoeg. Dat je eigenlijk, ja, sommige ouders dat naar hun kinderen kunnen uiten bijvoorbeeld. Of misschien hebben jouw ouders dat wel naar jou geuit. He, dat je het continu anders moest doen. Dat je de hele tijd het gevoel en het idee had dat je het niet goed genoeg deed. Wat heel veel tweelingzielen en lichtwerkers dus ook hebben en bij zich dragen. Oké. Eventjes kloren, mijn volgende blaadje. Dan hebben we 13 juli en dan gaat Mercurius gaat dan weer direct lopen. De planeet van de communicatie. En dat betekent dat de meest heftige dingen van Mercurius dan ook een beetje tot het einde komen. En misschien heeft jouw technologie er wel verschrikkelijk mee opgehouden. Is jouw technologie ermee opgehouden?
En dat betekent dat na die periode, dus die 2 weken daarna, we nog eigenlijk een soort van nasleep krijgen. Dus in tweelingzielenland, in het collectief, betekent het dat we dan nog steeds spiegels krijgen van hey, waarin heb ik nou nog niet helemaal doorgevoerd wat ik graag wilde en wat de communicatie met mijzelf versterkt, hè, met wie ik ben en wat ik wil. En wanneer we dat gaan doorvoeren, dus echt wanneer Mercurius direct gaat lopen, dan heb je ook weer de kans, de meest grote kans dat jouw tweelingziel ook weer terugkeert in jouw leven met communicatie richting jou. En dat is voor ieder tweelingzielenpaar dat een ander level van communicatie. Dat kan bijvoorbeeld een like zijn, alleen maar op een Facebook post. Maar het kan dus ook in de vorm zijn van een bericht op Facebook, een heel indirect bericht op een post op jouw Facebook. Het kan dus ook een direct bericht aan jou zijn, een voice message, een videocall, of ze kunnen zelfs bij jou langskomen. En dat hangt er helemaal